Hallo vriendjes en vriendinnetjes. We gaan eens even weer op pad. Onze uitdaging blijft nog steeds om de bergen die achter ons huis zijn, om daar naartoe te gaan. We hebben nu een goede aanwijzing dat we ongeveer weten waar het is. Dus dan gaan we vandaag eens even een poging maken of we vanuit de bergen ons huis een foto kunnen maken vanuit de bergen. Een foto kunnen maken van ons huis vanuit de bergen. Even wachten, Shamma die is nog wat aan het doen, ik weet niet wat. Maar dan gaan we zo op pad en dan nemen we jullie even mee. Dus enjoy van het zonnetje en de blauwe lucht. Later! Zo, we zijn nu op een plek gekomen, dat heet Kent Ormannen. En dat geeft dan een heel leuk uitzicht hier over Sjoerd. Dat wil ik jullie niet onthouden. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien zo. Dat is Sjoerd. Oh, leuk hè. Nou, wij gaan even een stukje aan de wandel. En ik ga even mijn camera pakken en dan gaan wij dit park in, want volgens ons moeten we daar ergens dan ook ons huis kunnen zien. Tot later. Nou, we staan boven die berg. De berg die wij altijd zien vanuit onze tuin. Eindelijk, maar toch is het gelukt. Het is een beetje heiig. Atmosferische hei, of hoe noem je dat? Atmosferische mistachtige toestand, weet ik het. Zoiets heet het. Dus je kunt er eigenlijk helemaal geen zak zien. Maar het is hier best leuk. Dus we blijven hier nog even zitten, denk ik. Dus, straks nemen we jullie weer mee op de weg naar beneden. Tot later. Zo, nou, ik heb wat foto's gemaakt. Geprobeerd om... We denken dat we ons huis hebben gevonden. Maar er is zoveel... wat zal het zijn? Smok, zeg maar? Ja, mist is het eigenlijk niet. Het is een beetje smokachtig. Komt natuurlijk omdat ze hier heel erg aan kolen stoken. Maar goed, dus we weten niet echt zeker of het ons huis is. Dus we gaan even thuis op de computer beter bekijken. En hier en daar nog een mooie foto gemaakt. Ik ben nog even aangesproken door een gevaarlijk uitziende bewaker. Want dit schijnt ook het drinkwateropslagdepot te zijn. Waar gewoon een barbecuepark bovenop gebouwd is. Ik vind het heel spannend. Dus we wandelen nu rustig richting de auto. Ik zou zeggen, wandel rustig even mee. Dat is wel grappig. Daarboven is nog een soort, hoe noem je dat? Een soort amfitheater gemaakt daar. Dat is, nou, dat kun je nou niet zien, maar het is best grappig. Het is een graftaketeringstijl. Omdat hier nooit iemand komt. Allemaal... het is niet echt geplaveid, zeg maar. Dus we wandelen rustig naar beneden. In de hoop dat we die meneer niet tegenkomen. Dus wordt hij weer boos. Huh? In het park mochten we wandelen. Oh, oké. Okay. Mochten we niet bij het de bassin. Oh, dit. Dus deze groene huisjes mocht ik niet op de foto zetten. Hij heeft niks gezegd over de film. Dus dat is daar. Dus daar mag ik niet filmen. Dus dat doe ik dan ook maar niet, hè? Want ik ben braaf. Hier, dat is nog een dorpje erin. Dat is Karlekuur. Karlekuur. Je hebt hier wel weer een fenomenaal uitzicht, moet ik zeggen. Ik vind het erg mooi. Kijk eens. Hier kun je dus nu ook wel goed die smok zien bovenop die bergen. Ja, de film kun je dat natuurlijk weer niet zien. Maar... Kijk dan. Mooi rood is niet lelijk. Kijk eens. Oranje. Oh, sorry.
Ik hoor net in mijn oortje dat dit oranje is. Oranje-rood. Oranje-rood, iets. Nou, het is mooi, lekker kleurig. Wow, nou, echt. Ja, ik zou ze niet opeten, zeg maar. Ik krijg pijn in je buik van. Oh, weet je wat goed voor is, dit? Voor bij ons in de tuin, voor bij de tang. Ja, daarom zijn we. Ja. Kijk eens, leuke juffrouw. Kom ik onderweg ook tegen je. Loop maar door. Ze wil niet dat me filmt. Ze wil niet in beeld. Oh, oké, ze willen allemaal niet in beeld. Gek huis. Toch leuk? Tering. Dus even staan naar beneden. Wat op. Een slang? Oh nee, sorry. Kijk, als je dorst hebt, hier is een kraan. Alleen doet niet. Pas op. Oh, daar zijn die groene huisjes weer. Die mocht ik niet filmen. Tja. Zullen we ons maar gedragen. Nee, niet dat ik dat kan hoor, maar doe net alsof. Ja, dat zeg ik. Doe net alsof. En daar staat onze toetoet weer. En dan rollen we maar rustig. Oh, we moesten nog naar de winkel, zei je, hè? Dan rollen we richting de winkel. En naar huis. Weer mooi geweest. Kukeleku, hoor ik. Die heeft zin in een barbecue. Kijk, mooi aangelegd hier allemaal. Het heet officieel volgens mij de Stadspark. Kent Ormannen. Stadspark of zoiets. Oh, neem me niet kwalijk. Ik hoor net in mijn oortje, het is niet het Stadspark, maar het Stadsbos. Het wordt goed onthouden. Ik zal het jullie even laten zien. Het is hier, kijk, het stort van ellende. Het stort van ellende alweer in elkaar. Of het is natuurlijk mensen die hebben hout nodig voor de kachel. Dat zou me niet verbazen als dat zo gebeurt. Goed, lieve mensen, ik ga even mijn spullen in de auto gooien en ik ga weer rijden. Tot later. Nou, ik kan wel even afsluiten. Ik sta even in het centrum te wachten op Selma. Die moet even een boodschapje doen. Dus, uitdaging is geslaagd. We hebben gevonden waar het achter ons in de bergen is. Waar ik ons huis kan zien. Ik ga straks eens even kijken naar hoe de foto's geworden zijn. En als ze leuk zijn, ga ik ze met jullie delen op Facebook. Dus voor nu wens ik jullie een plezierige dag verder en tot later!